Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. En welkom in de Kamer van Brabant, de wekelijkse talkshow over kunst, cultuur, sport, media en natuurlijk de Brabantse politiek. Met vandaag vertrouwd de kijk van Kluun, maar hier aan tafel SP-corrivee Jan Marijnis over de Brabant Cultuurprijs, K1 gevechtsmachine Peter Arts. Maar eerst aandacht voor een eenvoudige mariachi-zanger die uitgroeide tot een van Nederlands meest populaire televisiepresentatoren. Met Hello Goodbye en Joris Showroom. Vorige week sloot hij Rix Villa Velderhof. Vanavond wordt hij geïnterviewd, Joris Lins. Je hebt Villa Velderhof mogen sluiten onlangs. Ja. Ben je daarvoor gevraagd? Heb je opgedrongen? Nee, ik heb niet opgedrongen. Het was natuurlijk sowieso een hele grote eer. Maar het was duidelijk dat de laatste villa moest plaatsvinden. En daarin zou Rix Velderhof zelf geïnterviewd worden. En ze hebben een beetje gekeken wie dat zou moeten doen. En uiteindelijk kwamen ze bij mij terecht. Omdat ik natuurlijk eigenlijk een soort van zijn opvolger ben bij de NCRV. Ben je ook zijn opvolger in de villa? Nee, want zo'n programma is eigenlijk niks voor mij. Want het is, er wordt allemaal heel veel grandeur en chicheid tentoongespreid. Ik hou daar zelf niet zo heel erg van. Ik zou dat toch liever in een hutje op de hei doen. Wat mij opviel was dat je eerste of tweede vraag aan Rick was: ben je wel eens verliefd geworden hier in de villa? Ben jij wel eens verliefd geworden bij Showroom of op het vliegveld? In feite word ik ieder gesprek op Schiphol verliefd op mijn gesprekspartner. Is dat zo? Ja, dat is eigenlijk de techniek, zou ik zeggen. Net zoals als je verliefd bent, als je de eerste nacht doorbrengt met je geliefde, dan wil je alles van diegene weten, dan hang je aan haar lippen. Nou, zo doe ik dat ook met mijn gasten in Hello Goodbye. Ik hang aan hun lippen, ik ben constant kijk ik in die kijkers van ze. Samen stijgen we op, samen beleven we een hoogtepunt. Uiteindelijk landen we weer om in Schiphol-termen te blijven en dan zorg ik ook voor een zachte landing. Het is eigenlijk een oefening in liefde. Ja, we noemen je Brabander omdat je lange tijd hebt doorgebracht in Eindhoven zonder Breugel. Hoe zat dat precies? Ik ben geboren in Nijmegen. Op mijn tweede ben ik verhuisd naar Breugel. Op mijn zesde naar Eindhoven. En ik voel me eigenlijk vooral een Eindhovenaar. Op mijn negentiende ben ik naar Utrecht verhuisd om te gaan studeren. Daar woon ik nu nog steeds. Voel je Brabant? Ik ben een Eindhovenaar. Kijk nou toch. We hebben prachtige momenten gezien. Prachtige programma's. Taxi, Hello Goodbye. Maar laten we even kijken naar Showroom. Prangende vraag is, hoe kom je toch aan die mensen? Nou, inmiddels, omdat we nu al 3 seizoenen gedaan hebben, gaan mensen ons tips geven. Dus, ja. En soms krijg je vanuit 10 verschillende bronnen iemand aangereikt. Dan denk je, nou, die moet wel goed zijn. Ja. Nou, een van die gasten die heb je onlangs in beeld gebracht. Een Brabander, een Indiaan. Hij had een nieuwe truc van een Indiaan gekregen. En die testte hij even waar jij bij stond. En dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar het is geen kind, jongen. Het is maar een truc, het is maar een ding van ijzer. Ja, voor ons ligt dat anders. Emotioneel. Ja. Hey. Perfect. Ja. Wat is het nou? Blij. Blij dat het allemaal goed is. Het is gewoon een geboorte, man. Je hebt er weer een. Weet je nou niet dat die man gaat huilen of weet je dat wel? Nee, dat weet ik niet. Ik vond het wel echt zo'n Bugatti-moment. Een klassiek moment in Showroom. Dat iemand toen om die auto moest huilen. Deze man huilt om zijn truck. Dat is het moment dat je moet pakken, zal ik maar zeggen. En dat is ook, denk ik, de kracht van onze programma's, die ik met een vast team maak, dat wij het momentum altijd kunnen pakken. En dat we niet dus vooropgezette emotie hebben, maar de emotie die echt ontstaat, die vangen wij. Ja, absoluut. Je komt door heel Nederland. Kun je zeggen dat de showroomgasten oververtegenwoordigd zijn in Brabant, of niet? Wat denk jij zelf? Ja, ik denk van wel, ja. Nou, ja. Ik weet nog wel, Barry, die woonde, waar woonde die ook alweer? Maar Leijsel. Die man die zo heel hard kon boeren en die allemaal klokken verzamelde. Brabant. Ja, dat was de eerste gast van mijn showroom en dat was een oer-Brabant. Ja, nou was je meteen thuis. Dat is heel gezellig. En je bent hier ook omdat je zanger bent. Is dat je eerste liefde of is televisie maken je eerste liefde?
Nou, ik zing al sinds mijn 16e. Mijn eerste punkbandje in Eindhoven, waar ik mee optrad in de Effenaar en zo. Dat is mijn eerste liefde dus. Maar je was een echte punker, hè? Stond toen het kuifje helemaal recht overeind? Ja, toen was het hier al wat kaler en zo. En dat was wat witter. Ja? Ik was wel een echt Eindhovens punkertje, maar de muziek is mijn grootste liefde. Ja. Ja. En daarna de slagers en dan nu Mexicaans. Ja, ik heb nu al 11 jaar lang een band, Caramba heet die band. En daarmee maken wij Mexicaanse muziek die ik in het Nederlands vertaald heb. En dat deed natuurlijk Marco Borsato, André Hazes hebben ook heel vaak Mexicaanse melodieën. En die teksten in Mexico, die ik dan in het Nederlands vertaal, die zijn toch, vind ik, die gaan wat dieper. Die zijn wat bloemrijker dan Nederlandse teksten in het algemeen. En de muziek is ook veel melodischer. Ik vind toch het Nederlandse levenslied is vaak heel, nou laten we zeggen, plat. Nou goed, je hebt een prachtig lied zelf uitgezocht. Met jou heb ik geleerd. We gaan even luisteren. En ik heb geleerd dat een week langer duurt dan 7 dagen. Dat je om te weten soms niks hoeft te vragen. En met jou heb ik geleerd dat ik pas echt leef sinds jij wat om me geeft. 8 januari de Hofnar in Valkenswaard. Daarna in het nieuwe De Lamar. Dat moet een eer zijn, ben je er al geweest? Ik ben even aan de voorkant langsgelopen. Ik durfde eerlijk gezegd niet eens naar binnen. Zo mooi is dat daar. Is en ik wil ook dat moment bewaren tot de 13e, als we daar onze première hebben van de voorstelling Vuur. Wat is het mooiste nummer wat je gaat zingen in Vuur? Hou me vast. Klaasiek. Dat is een nummer notabene van Julio Iglesias. Nooit gedacht dat ik daar een nummer van zou zingen. Ik kan me voorstellen. Maar als je, die melodie is prachtig, dat kan je misschien ook voorstellen. En wij spelen akoestisch, hè. Dus en dan zijn hele gladde melodieën worden toch veel, veel rijker. En die tekst is echt fantastisch. Oké, klein stukje. Nou, het Spaans is dan abrazame. En dat vind ik eigenlijk al niet dat goed klinken. Heel klein stukje. Abrazame. Nee, maar dat wordt dan in het Nederlands. Hou me vast, zeg maar niks en hou me stevig vast. Ik bezorg alleen maar overlast. Hou me vast. Het zijn hele mooie liedjes. En nu weet ik wat je met al die mensen doet op Schiphol. Dankjewel. Kluun is de meest gelezen schrijver van Nederland. Hij komt uit Brabant, maar het is onze vooruitgeschoven post in Amsterdam. We hebben hem deze week naar de kapper gestuurd in de Kijk van Kluun. We zijn hier bij een kapper. Kapper met de naam Hip. Hoe kan het ook anders in Amsterdam? Maar het is van een Brabander, Bredanaar, Jurgen. En ik kom hier al heel lang bij Jurgen. En Jurgen woont ook al heel lang in Amsterdam. En ik denk dus wel dat Jurgen als ex-Bredanaar, ex-Brabander het verschil tussen Amsterdam en Brabant kan duiden. En ik weet dat hij ook van carnaval houdt. Want daar kom ik hem ook vaak tegen. Dus, Jurgen, hey. 17 jaar hier, hè? Wat is het verschil? Het verschil tussen Amsterdam en Breda? Buiten het feit dat jij veel hogere prijzen kan vragen hier. Het grote verschil voor mij is het vak. Weet je? Voor mijn vak ben ik natuurlijk ook hier naartoe verhuisd. Ik kan een beetje meer creativiteit kwijt dan vroeger in Breda. Dat is toch ietsje burgerlijker, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar hier kan ik veel meer uitersten doen in mijn vak. Dat was eigenlijk een van de grootste redenen. En ook een beetje het uitgaanswijf. Er wordt mij door Amsterdammers, die snappen natuurlijk niks van carnaval, maar toch, eigenlijk al die verkleedfeestjes die hier nu zijn, zijn eigenlijk niet veel anders, vind ik, dan carnaval in de Bommel bijvoorbeeld. Nee, precies. Alleen, dat heb je nu pas, hè? Ja. Wat maakt het voor jou nog steeds zo leuk, na 17 jaar nog teruggaan naar carnaval? Ja, voor mij gewoon 4, 5 jaar gewoon verstand op nul. Gewoon plezier. En zou je terug willen? Nee, is het sterker nog, zou ik misschien zelfs nog naar Amsterdam willen of zo, een nog grotere stad. Mm-hmm. Nee, ik vind Amsterdam niet wel. Amsterdam heeft voor mij alles. Zou dat dan toch het provinciale in ons zijn? Dat wij inderdaad aangetrokken worden door het bijzondere in de stad en zelf iets willen bereiken en dat de Amsterdammer dat eigenlijk net zo min als de Brabander zelf helemaal niet heeft? Nee, klopt. Ja. Diep psychologisch inzicht, zie je? Dan bij je kapper moet je het zoeken. In dit programma onderzoeken we elke week wat de provincie precies voor ons doet. Vandaag kijken we naar het cultureel erfgoed. En dat doen we met de voorzitter van de Brabantse Cultuurprijs, SP-corrivé en Ossenaar Jan Marijnissen. APPLAUS.
U zit in uw postpolitieke periode. Hoe is het met u? Uitstekend. Ja? Ja, ik ben nog wel voorzitter van de SP, hoor. Dus ik ben nog wel zeer geïnvolveerd. Ik doe nog veel. Maar ik heb nu wel ja gezegd op een verzoek om dat voorzitterschap van die jury op me te nemen. Het is mijn taak om toch enigszins bekend te maken dat die prijs bestaat. Ja, nee, we gaan het over die prijs hebben. Maar eerst even over het cultureel erfgoed zelf. Ik heb het gegoogeld. En dan lees je in de vorige generatie opgebouwd, maar nog wel van waarde. Ik denk, zou het toeval zijn dat u voorzitter bent geworden? Van de vorige generatie, maar nog wel van waarde. Ja, ja, nou, in ieder geval dank voor dat laatste. En voor de rest, ja, ik sta nog midden in het leven. Nee, alle gekheid op een stokje. Met erfgoed wordt bedoeld dat waar wij vandaan komen, wat onze voorouders hebben nagelaten toen wij het mochten overnemen van hun. Ja. En in de moderne tijd waarin het allemaal geïndividualiseerd is en snel moet en snel moet, vergeten we wel eens dat we niet meer zijn dan een product van onze opvoeding en van onze omgeving en de historie die we met ons meedragen. Precies. En juist, ik denk in tijden zoals nu met veel culturele verwarring, dat het heel wat zou zijn wanneer mensen zich meer bewust zouden zijn van waar ze vandaan komen. En over dat bewustzijn gaan we praten, maar niet voordat we even mevrouw Van Oetelaar hebben bijgehaald. Want als wij een politicus spreken, moet je op zijn woorden letten. Klare taal, dat moet u aanspreken. Ja. En mevrouw Van Oetelaar, waar gaat u vandaag op letten bij de heer Marijnissen? Ja, op heel veel. Maar ik verwacht helemaal geen problemen met meneer Marijnissen. Want hij is echt een man van het volk. Alleen hij begon al heel ingewikkeld. Geïnvolveerd, vond ik al heel erg ingewikkeld. Ja, maar dat was op jouw scherp trouwens. Ja. Dat is, even, kijk eventjes, wat zegt maar u als nou? Ik u zie, sta ik altijd op scherp, meneer. Ja, dat merk ik nou, ja, met pen en papier erbij, ja. De provincie reikt op 10 januari de prijs uit. Aanstaande maandag. Het is 20.000 euro. Ja. Waarom heeft de provincie zoveel aandacht voor cultureel erfgoed op dit moment? Kijk, alles wat je om je heen ziet is erfgoed. Hè? Dit is beperkt tot hoe kun je nou door iets een nieuwe bestemming te geven, het oude behouden, maar toch omdat het een nieuwe bestemming heeft op een duurzame manier. Zodat het ook commercieel bijvoorbeeld rendabel is. Waren dat de criteria ook? Voor dat waren precies de criteria. Het moest natuurlijk in Brabant zijn, het moest uniek zijn, het moest creatief zijn. Er waren allerlei andere criteria. Er zijn alles bijeengenomen een kleine 40 inschrijvingen geweest. Daar heeft de jury bestaande uit 5 personen, heeft daar 3 nominaties uitgehaald. En die 3 nominaties die kunnen we even bekijken. Die hebben we ook bezocht en daar is een filmpje van gemaakt. Daar is een filmpje. De Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinter. 2 authentieke molens zijn samen nu een educatieve, toeristische en economische drager in het Beekdal van de Aa. Het Klokgebouw in Eindhoven. Je kunt hier sporten, recreëren. Het Klokgebouw is een soort smeltkroes van allerlei creatieve geesten, ondernemers die allemaal innovatief zijn en die allerlei kruisbestuivingen aangaan. De Heilig Hartkerk in Roosendaal. De nieuwe functie van deze mooie kerk is een gezondheidsplein. Van huisarts tot en met apotheek, fysio, kinderverzorging, alles is hier te vinden. De winnaar krijgt 20.000 euro. Zijn ze vrij om te besteden waaraan ze willen? Nee, het wordt geacht geïnvesteerd te worden in het project. Zodat het project nog verder verbeterd kan worden. Ja. Joost, je bent historicus van huis uit? Ja, dat klopt. Je schrikt ervan. Nee, maar dat is al heel lang geleden. Maar dat is inderdaad geschiedenis. Maar volg je dit? Vind je het van belang? Het historisch besef en de aandacht ervoor? Ja, ik denk dat iedereen het eigenlijk wel van belang vindt. Het is ook, naarmate je ouder wordt, kom je ook altijd er steeds meer achter hoe belangrijk het is waar je vandaan komt. En dat je industrieel erfgoed bewaart, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik vind ook dat Klokgebouw in Eindhoven, dat vind ik echt een voorbeeld van hoe het dus ook kan. Ja. Want Eindhoven heeft daardoor een echt moderne uitstraling gekregen. Precies. Terwijl daarvoor, toen ik daar vertrok, was het echt een heel saaie plaats. En nu ben ik echt trots, plaatsvervanger trots op Eindhoven. Ik ben trots op de Kilsdonkse Molen, die staat bij mij in mijn achtertuin. Daar heb ik uiteraard terecht op gestemd. Is dat de winnaar geworden? Nou, de winnaar is geworden. Ja, dat dacht jij. Punt 1, ik weet het niet. Ik weet alleen dat er duizenden mensen gestemd hebben. En dat aanstaande maandag op een parade in de Lievekamp in Os door de gedeputeerde voor kunst en cultuur de prijs wordt uitgegeven. Er stond niets uit Os op de erfgoedlijst. Schandelijk. De bedrijven uit Os lopen massaal weg. De SP zit niet bij de coalitieonderhandelingen. En de burgemeester heeft bekendgemaakt dat hij gaat stoppen. Ik denk dat uw nieuwe baan aangekondigd is. U zult onder andere wel eens iets voor Os gaan doen, denk ik. De nieuwe burgemeester? Directeur van Organon bedoel ik. Nee. Die vraag is me al vaker gesteld, maar het antwoord daarop is nee. Mevrouw Van Oetelaar, heeft u iets gevonden? Ja, nee, ik heb ademloos geluisterd, echt waar. Maar het is alsof ik naar Spa zit te luisteren. Zo gewoon praat die man. Ik heb de buren gevraagd, we hebben niks kunnen vinden. Ah, en dat is eigenlijk heel goed. Proficiat, de eerste. Ja, dankjewel. Bravo.
En normaal hebben we nu hier, waar is de commissaris? Maar de commissaris is in Peru bij zijn dochter en heeft geen cameraman meegenomen. En dat betekent dat we volgende week pas weer kunnen kijken naar Wim van der Donk met een bijzondere Brabander. Overigens is het u misschien opgevallen dat het publiek wat rustig is vandaag. Het zou kunnen zijn dat de nieuwjaarsborrel zwaar geval is, maar het kan ook zijn dat ze geïmponeerd zijn door onze derde gast. Onlangs stond hij nog in de finale van een K1, het prestigieuze K1-toernooi in Japan. Eens kijken of hij bekomen is van de klappen. De Dutch Lumberjack Eindhovenaar Peter Arts. Peter, 40 jaar en nog in de finale van een K1-toernooi. Dat is bijna ongekend. Ja, ik doe het spelletje al 26 jaar, maar ik vind het leuk. Voor mij is het eigenlijk in principe een hobby. Het is mijn beroep, maar ik vind het leuk om te doen. Ja, maar ik wil zeggen, je bent zo oud. Er is bijna geen profsporter die op zijn 40ste nog dit niveau haalt. Nee. Hoe doe je dat? Ja, ik vind het leuk. En ik hou ervan. Ik hou van die spanning. Ja? Sommige mensen gaan bungee jumpen of parachute springen. En dat ik durf hou je, van boksen. Dat durf je niet? Nou, dat durf ik wel. Maar ik wil het risico niet lopen dat het gebeurt. Had je verwacht de laatste keer in Japan zo ver te komen? Nou, in principe, voor mij, mijn doel was Sam Schild te verslaan. Hij was de man om te verslaan. Ja. Hij was een jaren kampioen. Ja, Sammy Schild, vaak van verloren. Nu trof je hem in de halve finale. Ja, ik heb 4 keer met hem gevochten, 2 keer gewonnen, 2 keer verloren. Ja, het is geen geheim meer dat je gewonnen hebt, we kunnen het even zien. Un po' di diritti le rigoli de Peter Ernst. Sono direct eccellente. În corzi le rigoli acum Sammy Schild se năpuzește acolo Ernst. Un pas de finală. Aceasta este repriza lui dacă nu se mai întâmplă nimic și nu are ce se mai întâmplă pentru că Ernst atacă. Sammy Schild la 40 de ani. Peter Ernst, wow. Ja, die Sammy Schild is 2,12 meter. Ja, en daar ben jij maar een mannetje bij, ja, hè? Zeker gemeen, hè? Ja. Lig je nooit s'avonds in je bed een avond van tevoren dat je denkt, waar begin ik te gaan morgen? Nee, ik denk dat je zo niet erin moet stappen. Je moet gemotiveerd zijn om te winnen. Ja. Mag ik even weten wat K1 precies inhoudt? Want dan... K1 is een staande vechtsport. Je mag trappen, stoten, knieën, niet vastbijten. Het lijkt een beetje op kickboksen. Daar lijkt een beetje op. En wat is het verschil? Met kickboksen mag je vastpakken, clinchen en zo. En bij ons mag je niet vastpakken. Het is constant actie in principe. Kijk, met kickboksen kun je hangen en trekken, zo, maar dat gaat bij ons niet. Met die vastpakken wordt het gebrek, ga je verder. Het is gewoon constante actie. Ja. Hey Peter, als jij dus, je geeft net die enorme mokerslag. Hè? Wat denk je dan? Denk je dan dood? Of denk je van hier pakken? Nee, het is een tactisch spelletje. Ja, maar dat is een, die is gemaakt om te doden, hè, die klap. Die is keihard. Ja, het is om neer te slaan natuurlijk. Die schild is te groot. Dan moet je door kort bij blijven. En erin gaan. Ja, maar tactisch... Als je op afstand blijft, krijg je een pak slaag. Maar tactisch betekent dat je slim moet zijn. Ja, elke wedstrijd is anders. Ja, dus je bent niet altijd de sterkste? Kijk, de eerste partij die ik vocht was met Mighty Mo, die slaat super hard tegen man. Ja. Als je daar dichtbij komt en die raak je een keer, is het voorbij. Ja. Snap je? Dus dan ben ik op afstand gevecht. Met die schild, die is 2 koppen groter, dan moet je erin. Moet je wel een risico, bij zo een moet je risico lopen, ja, dat je tegenaan loopt, want je moet naar hem toe. Ja. Overigens, misschien was het vermoeidheid of was Overeem net wat fitter. Maar de finale was niet zo succesvol, maar die moeten we ook even zien. Maar, ja. Și trimite pun după pun. Nu mai vrea să continue Ernst. Ernst face semn că nu vrea să mai continue și este la podea. Triplu campion K1. Numărat acum de... Simte deja că titlul îi va fi acordat. Și da, noul campion al K1 este luptătorul de MMA, Alistair Overeem. Ja, Alistair Overeem was hier de winnaar. Weet je nog wel wat je denkt als je zo tegen de grond gaat? Ja, weet je wat het is? Nee. In principe, ik heb veel harde partijen gehad. Ik heb mijn ding gedaan, weet je wel. Ik herstel niet meer zo goed op mijn leeftijd. Nee, dat... Dus er zit maar een hele kleine tijd tussen, 15, 20 minuutjes. Ja. En ik had echt 3 rondes moeten knokken van mijn leven met die Sam Schild. Ja, nee, we hebben... Heel diep moeten gaan. En in principe had ik door kunnen vechten, hoor. Maar ik denk... Het was een mooi moment om te stoppen. Dat dacht ik ook. Weet je, het is... In principe, daarna heb ik er spijt van gehad. Maar in principe is het slimmer voor mij om te stoppen. Maar heb je zelf de handdoek in de ring gegooid? Ik ben gestopt op een gegeven moment. Dit was het laatste, dat wil ik uitlaten. Peter, ik heb in de voorbereiding die beelden te bekijken. Ik vind het zelf mooi om te zien, maar ook beangstigend. Ben jij eigenlijk nog ergens bang van?
Spinnen? Weet je, als je... Ik ben bang voor krokodillen. Ja? Nee, maar hoe heet het? Als je bang bent, moet je in de ring stappen. Nee, maar ben je van iets anders bang? Of is het alleen maar een reus die nergens bang voor is? Zit er ooit zo'n klein mannetje in jou wat nog ooit ergens bang voor is? Ik ben een relaxte man. Ik ben helemaal een ruziezoeker of vechtersbaas. Helemaal niet. Want ja, klopt, dat is waar. Dat heb ik gemerkt. Dat weet je. Ik ben heel... Is het relaxed dan? Is het wel allemaal echt knijpers even in? Is het allemaal echt... Geen probleem. Nee, maar ik zie het echt als sport. Voor mij is het ook geen vechten. Het is ook een tactisch slim spelletje. Wanneer gaf je voor je eerste keer een klap? Was dat op de lagere school al? Nou, vroeger kreeg ik meer klappen. Ja? Ja. Je was geen vechtersbaas? Nee, helemaal niet. Ik ben een Russische jongen, nog steeds wel. Maar vroeger was ik heel verlegen. Verlegen? Ik durf niet eens met een meisje te praten tot mijn 12. Echt waar? het is uit een droom. Het is geen adrenaline, maar testosteron wat je gedreven heeft. Dus. Nou, maar ik vind het... mijn oom deed boksen. Mijn opa, ik wou vroeger altijd boksen worden. Mocht je van je moeder ook boksen worden? Ik mocht niet boksen. Hoe ben je dat geworden dan? Eerst ben ik taekwondig en later ben ik gaan kickboksen. Maar mijn moeder wist ook niet wat dat was. Dus het zakt en ik zei, oh. Maar dat moet ze vrij snel in de gaten hebben gehad. Want op je 19 had je al 2 wereldtitels. Ja, toen ging ik kijken in het begin al. Maar ja, toen deed ik het al en toen had ze weer uitgestudeerd. Maar zo elk jaar dat ik stop hoor. Al 20 jaar lang volgens mij. Jan, je bent gewend om klappen op te vangen? In de en uit te delen, ja. Zeker, ja. Hij is even dimmer het grootste wapenfeit of heb je ooit echt klappen uitgedeeld? Nee, ik ben geen vechtersbaas, net als mijn buurman. Ik heb het altijd met de mond gedaan, ja. En dat is, kan ook heel effectief zijn, hoor. Joris, een punker die klap uitdeelde? Nee, dat was meestal klappen vangen en heel hard rennen. Ja? Dan snap ik nog wel wat er leuk aan kan zijn om klappen uit te delen, maar om al die klappen te krijgen, wat is daar de humor van? Nou ja, het hoort erbij, weet je. Kijk, topsport is nooit gezond. Kijk, voetbal, al die sporten. Nou, topsport, als je die voetbal vindt, kijk, het is nooit gezond. En dan klap je hoofd niet. Wat is je grootste blessure geweest, of de ernstigste? Nou, ik heb een hernia in mijn rug en mijn nek gehad. Oh, die heb je 4 gehad. Ja. Ja, maar allemaal blessures gebroken, handen gebroken, neus, geen benen kapot, voet gebroken. Nou, de laatste knock-out die ik gezien heb, die heb je gekregen in de film van The New Kids. Ja. Turbo, daar stond ze. Stond nog even tegen de grond. Is dat na Seagal, Lundgren en Schwarzenegger, is dat je nieuwe toekomst? Nee, maar ik vond het wel leuk. Ik ken het in principe niet, maar mijn zoon begon een keer te schelden. Ik denk, wat heeft hij in een keer? Toen keek een cd'tje van The New Kids. En mijn rotgelachen erom. En een week later krijg ik een e-mailtje of ik niet in de film mee wilde. Ja, meteen ja, ik heb niet over getwijfeld. De kinderen heb ik ook meegenomen dat het zet. Ze voelden helemaal gek. Maar dan zou het zomaar je nieuwe toekomst kunnen zijn. Ja, ik denk het niet, maar ik vond het wel leuk om te doen. Zeker met hun. En er zijn mensen die in jouw sportschool zijn geweest. En niet iedereen is geschikt om K1 vechter te worden. Dat kunnen we even zien. Ja. Weet je wat, hè? Zo, ik trap wel op je handen. Hier, uit dit. Hou je handen weer, hoor. Dit was raak. Staat hier op? Daar ben ik niet gewend, hè jongens. Ja, dat was Frank Lammers. Ja. Hij deed een beetje bij de handen die hier al. En op een gegeven moment sloeg een paar keer op zo'n gier al een sloeg verkeer op zijn leven. Dat is de reden dat jou... niet zo leuk. Dat is de reden dat jou aan tafel heb ik gevraagd dat ik een Jan tussen heb gezet. Nee, tot zover. In de Kamer van Brabant proberen we elke week om Brabant een klein stukje beter te maken. En dat doen we door de expertise uit te wisselen van de mensen hier aan tafel. Joris, wat moet wat jou betreft op de cultureel erfgoedlijst de lijst van Jan? Ik denk Jan Marijnissen zelf. Peter, stel dat Joris Villa Velderhof over gaat nemen. Ja. Met dat mooie zwembadje, die villa. Jij bent de eerste gast. Wie neem je dan mee als tweede gast? Ik weet niet hoe mijn vrouw kijkt. Ik ben Jennifer Lopez of Pamela Anderson. Nou, in dat geval heb ik er wel over. Wel, allemaal lang niet vertrouwen. Al maak je er maar één. Moet je wel even regelen. Dat doen we één special. Jan, het kan na je indrukwekkende politieke loopbaan geen moeite zijn om één politicus te bedenken die je graag nog een keer met Peter in de ring zou zien. Oh, Geert Wilders. Kijk! We hebben een paar nieuwe programma's, Joris. Ja, goed. Ik dank jullie van harte. Jij veel succes met je nieuwe tour. Jij weinig klappen en een mooi jaar, Jan.
Volgende week Mike Weerts hier over zijn prachtige rol in Petticoat. Wilt u daarbij zijn? Kijk dan op de site van omroepbrabant.nl of meld u zich vast aan bij publiekkamer@omroepbrabant.nl. Hoe dan ook, tot volgende week in de Kamer van Brabant. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.